Road, la route solaire, c'est le nom de ce projet à 3 millions d'euros. Велодорожка как полноценный источник энергии. 可以照在下面的晶体硅太阳能电池板上. Het project krijgt internationale aandacht. Het wegoppervlak als groot zonnepaneel. Gezien de grote hoeveelheid wegen in Nederland, ligt er een mooie kans om deze in te zetten voor elektriciteitsopwekking. Solar Road is de eerste stap in de verwezenlijking van die droom. Solar Road heeft de functie van een gewoon fietspad, maar vangt tegelijkertijd zonlicht op en zet het om naar elektriciteit. Het concept is ontwikkeld door een uniek samenwerkingsverband en wordt momenteel getest in Krommenie. Het is goed voor het milieu, denk ik, dus het zal mooi zijn als het project slaagt en uitgebreid kan worden. De diversiteit en inbreng van de verschillende partners heeft tot deze innovatieve oplossing geleid. De eerste resultaten zijn boven verwachting. Het concept van Solar Road wordt nu verder ontwikkeld, zodat het op grotere schaal kan worden toegepast. Dat is een goed plan, dat moeten ze meer maken. De N329 in Os is de weg van de toekomst. Het toonbeeld van duurzaamheid en zichtbare vernieuwing. De weg is tot stand gekomen door het bundelen van ideeën, niet alleen van ambtenaren en techneuten, maar ook van inwoners en ondernemers. De verkeersdoorstroming wordt door nieuwe technieken geoptimaliseerd. Bijvoorbeeld door Flowman, een systeem met oplichtende LED's die tijdens de spits de snelheid aangeven waarmee je moet rijden om in een groene golf te blijven. De weg is niet alleen energie-neutraal gebouwd, hij is ook energie-neutraal in het gebruik. Zo zijn er 8 unieke zonnebomen ontworpen die samen met PV-panelen de energie leveren voor de verkeerslichten, de wegverlichting en de pompen in de tunnels. Sociale veiligheid is een belangrijk uitgangspunt geweest in het ontwerpen van de 3 fietstunnels. Een goede verlichting, een lichte sfeer en achteroverhellende wanden geven de fietser een veilig gevoel. De N329 laat zien hoe we tot duurzame vernieuwing kunnen komen. De weg van de toekomst maken we samen. Nederland wil op termijn overschakelen op alternatieve energiebronnen. Het aanbod van alternatieve energie loopt echter niet parallel aan de energiebehoeften. Energiebedrijven zijn om deze reden op zoek naar mogelijkheden om het gebruik te kunnen sturen en energie te kunnen bufferen. De waterschappen behoren tot de grootste energiegebruikers van het land. Het oppervlaktewatersysteem is dus zeer geschikt om energie te bufferen. In 2014 is slimme software ontwikkeld die op basis van actuele elektriciteitstarieven in combinatie met een door de waterschappen ontwikkelde buienradar het gemaal rechtstreeks kan aansturen. Het Beatrix-gemaal in de Schermer is daadwerkelijk ingezet om energie te bufferen. De resultaten zijn veelbelovend. Zo kunnen de waterschappen tussen de 14% en 24% op hun energierekening besparen. In 2015 is een plan van aanpak opgesteld waarbij vanaf 2016 de gemalen worden aangepast om het watersysteem structureel te kunnen inzetten als elektriciteitsbuffer. De waterschappen in Nederland beschouwen afvalwater niet meer alleen als een te zuiveren en verwerken afvalproduct, maar ook als bron van duurzame energie, grondstoffen en schoon water. Zo kunnen grondstoffen als fosfaat, alginaat, cellulose en CO2 worden teruggewonnen. Er zijn vele mogelijke toepassingen. Fosfaat als groene meststof voor de landbouw, cellulose voor asfalt en CO2 voor tuinbouwkassen of de procesindustrie. Om de transitie naar hergebruik van energie en grondstoffen te realiseren, is een team van enthousiaste waterschappers actief in de netwerkorganisatie Energie- en Grondstoffenfabriek. Het initiatief dat door alle 23 waterschappen is omarmd, versnelt de ontwikkelingen van duurzame business cases rondom de waterketen. Inmiddels zijn er 7 locaties waar fosfaat uit het afvalwater wordt teruggewonnen, zijn er 8 zuiveringsinstallaties getransformeerd tot energiefabriek en zijn er 9 energiefabrieken in voorbereiding. De Energie- en Grondstoffenfabriek. Een beweging in beweging voor de duurzame toekomst van onze samenleving. De Afsluitdijk. Het internationale icoon van de Nederlandse strijd tegen het water is aan vernieuwing toe. Om de veiligheid te waarborgen wordt de dijk sterker gemaakt. Maar het gaat verder. Bedrijfsleven, onderwijs en politiek zetten zich in voor een duurzame, innovatieve dijk op het gebied van energie, ecologie,
toerisme en ruimtelijke kwaliteit. De dijk leent zich perfect voor het opwekken van nieuwe vormen van duurzame energie, zoals stromingsenergie, waarbij de stroming van water wordt benut. Blue Energy is ook zo'n kansrijk project. Hierbij wordt energie uit het verschil in zoutconcentratie tussen zout en zoet water gewonnen. Voor beide technieken zijn proeflocaties ingericht op de afsluitdijk. De vismigratierivier zorgt ervoor dat de afsluitdijk weer open gaat voor vis. Door een permanente opening kunnen trekvissen straks hun paai- en leefgebieden weer bereiken. In 2021 is de nieuwe afsluitdijk een topattractie rondom het thema Nederland, Waterland.